Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Wij krijgen heel vaak de vraag hoe je nou die perfecte XC-collage maakt. En vandaag laat ik je zien hoe je dat in 5 stappen doet. Stap 1 is het selecteren van je mooiste foto's. Zelf maak ik altijd overal foto's van en heb wel 10.000 foto's in mijn telefoon staan. Mijn tip is, selecteer eerst je favorieten en zet deze dan in een mapje op je telefoon of computer. Zo kun je je mooiste herinneringen in 1 keer uploaden in je XC. De volgende stap is het kiezen van een thema. Met zoveel verschillende foto's is het misschien lastig om er 1 geheel van te maken. In mijn collage heb ik gekozen voor roze en blauw als accentkleur, zodat alle foto's goed bij elkaar passen. In stap 3 voeg je kaders en filters toe. Is jouw XC nou nog een beetje een bonte bedoeling? Of wil je hem extra customizen? Dan kun je heel gemakkelijk kaders en filters toevoegen. Zo wordt je XC nog persoonlijker en leuker om naar te kijken. Stap 4. Wissel je persoonlijke foto's af met themakaarten. Met quotes, illustraties en patronen geef je je XC een speels effect. Deze themakaarten voeg je heel eenvoudig toe aan je ontwerp. In de laatste stap kies je jouw favoriete kleur kruisjes. We hebben verschillende kleuren waarmee je jouw XC de perfecte finishing touch kunt geven. Dit was hem. Ik hoop dat ik jou heb kunnen helpen bij het maken van je perfecte XC-collage. En weet je wat het leuke is? Je kunt op een later moment altijd foto's verwisselen voor nieuwe kaarten, zodat je XC altijd up-to-date is. Tot de volgende keer!